zaten we ook in deze zaal, maar met de volledige school, het lagere. En we zaten spannend af te wachten, want welke letter zou er tevoorschijn komen uit die letterzak? Eén letter zou bepalen over welk thema ons feest zou gaan. We vrezen natuurlijk een beetje voor de letter R, maar je weet ook, als er één letter is die moeilijk uit te spreken is, bij het lager, is de letter R. Die was het niet, we hadden geluk, het was de letter O. De O kwam tevoorschijn en O, wat waren we blij. De ideeën die vielen uit de lucht, de muzikanten die begonnen te oefenen, we kochten een paar nieuwe dansschoenen, de directeur een paar nieuwe propjes voor zijn oren en de eerste toneeltjes die werden in elkaar gestopt. En nu staan we hier, zoveel maand later, en elk leerjaar die heeft zijn eigen showtje allemaal in het thema O gemaakt. Misschien één afspraak voor de kinderen, dat is allemaal duidelijk, maar misschien voor de ouders, de opa's en de oma's. De eerste die in je zin die afgaat, die trakteert straks met donuts van heel de zaal. Afgesproken? Goed. Zoals ik zie, mijn blaadjes beginnen al te veranderen in een hoofd, dus dan gaat hij snel met start. Okay, deze niet geluk heeft, kan vanavond in de speech lezen. Veel succes, kinderen van het eerste leerjaar. Geef ze nog een daverend applaus. Thank you.
niets van letterkever om. Was er geen sporen in Oostende? Wat zou ze nu moeten doen? Opgeven doet ze niet. Odette is onvermoeibaar. Ze is altijd op zoek naar nieuwe oplossingen. Ze zet haar onderzoeksbril opnieuw op haar neus. En dan zingt ze heel luid. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ze kijkt aandachtig en denkt diep na. En dan ziet ze het. Maar wat een fout. Ze moest niet in Oostende zijn, maar in de Oost-Indische Oceaan. De onderwaterwereld onderzoeken. En hup, weg is Odette. We'll be right back.
gelukkig geeft ze echt nooit op. Ze neemt haar onderzoekspil, zet die op haar neus en zingt dan heel luid. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, waar moet ik heen, waar moet ik heen? Nu maar, dat ziet er spannend uit. Een kermisbingo in Overijse. En hup, weg is Odette. Twee ogen om te eten.
van lezen. Dag, Leonie. Letters geen gebrek. Het ging zelfs om smakelijke letters en smakelijk lezen. Maar nog steeds geen letterkever om. Wat is er toch aan de hand? De tijd dringt. De broers en zussen van de letterkever om. Die zijn echt wel ongelukkig aan het worden. Ze zijn ongemakkelijk en ondersteboven van verdriet. Odette moet doorzetten. Ze wil de letterkevertjes helpen. Ze moet haar onderzoeksbrilletjes nog eens op haar neus zetten. En nog maar eens luid zingen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Hé, maar dat is vreemd. In haar onderzoeksbril ziet ze nog steeds Oosterzenenbos. Maar wat ruis daar in het struikgewas. Dat moet ik onderzoeken. Letterkevers.